deze ceremoniële handeling vanmorgen, waarbij we gaan installeren het nieuw bestuur, de Raad van Toezicht bij de Energieautoriteit Suriname. Links van mij zit de waarnemend directeur energie op het ministerie, mevrouw Thelma Douglas. En rechts van mij de directeur van de Energieautoriteit, de heer Abeleven, Dave Abeleven. Bedankt voor de aanwezigheid. De wettelijke basis van de Energieautoriteit is bekend. U weet dat we een wet hebben. Een wet van 2016. De wethoudende vaststelling van regels betreffende de energievoorziening, de elektriciteitsvoorziening. In die wet is in artikel 25 opgenomen dat er een energieautoriteit is die belast is met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde. De EAS kan bindende aanwijzingen als mede richtlijnen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. En dat is dus de wethoudende vaststelling regels betreffende de elektriciteitsvoorziening. Nou, die wet verwijst dus naar een andere wet. En dat is de wet van 10 maart 2016. Houdende instelling van de Energieautoriteit Suriname. Gewoon kortweg wet EAS. Wet Energieautoriteit Suriname. En daarin is, ik dacht in artikel 8... geregeld de Raad van Toezicht op de EAS. De Raad, zegt lid 1, is belast met het toezicht op het functioneren van de directie en dient de directie gevraagd en ongevraagd van advies. De Raad bestaat uit 7 leden. De raadsleden hebben geen belangen of aandelen in bedrijven uit de energievoorzieningssector. Van de 7 raadsleden worden 3 voorgedragen door ministers. Dat zijn de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, van Financiën en Planning en van Economische Zaken. En daarnaast zijn er 4 andere leden. Die zijn afgevaardigden van de Universiteit van Suriname, van het bedrijfsleven als vertegenwoordiger dus van de commerciële en industriële afnemers. Verder een vertegenwoordiger van consumentenorganisaties in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de huishoudelijke afnemers. Verder een vertegenwoordiger van de vakbeweging. En dat zijn er 4. Plus de 3 van de ministeries. Zo komen we op de 7 leden van de Raad van Toezicht. Verder zijn er opleidingsvereisten. Minimaal afgerond een HBO-opleiding. En uiteraard de minister is te allen tijde bevoegd om de raadsleden te schorsen, te ontslaan. En benoemt 1 van de 4 voorgedragen leden. Dus niet die overheidsvertegenwoordigers, maar de 4 vanuit de maatschappelijke organisaties, uit 1 van die 4. Benoemd de minister 1 tot voorzitter. Wel nu, dat is de wettelijke basis van de Energieautoriteit Suriname, althans de Raad van Toezicht. Het is
zodat wij, dat de vorige raad aanzat tot, was het 15 januari? 15 januari 2021. De procedure is opgestart om tot een nieuwe bemensing te komen van de raad. De voordrachten zijn binnen en we zijn thans zover om over te gaan tot de installatie van de raad. Voordrachten zijn gekomen vanuit de verschillende ministeries en de verschillende organisaties. Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is voorgedragen mevrouw Thelma Douglas. Zoals ik aangaf, zij is de waarnemend directeur energie op het ministerie. Vanuit het ministerie van Economische Zaken is voorgedragen de heer Sam Meherjan. En vanuit het ministerie van Financiën en Planning de heer Virendra Ayodhya. De universiteit heeft meneer Kalpoe voorgedragen. Het bedrijfsleven, meneer Lau. Ik moet aangeven dat meneer Lau en meneer Kalpoe zitting hadden in de vorige samenstelling van de Raad van Toezicht. En de consumentenorganisaties die hebben mevrouw Bosdorp voorgedragen. Afwezig vandaag is de vertegenwoordiger van de vakorganisaties. Dus vertegenwoordiger van de Raad van Vakcentrales in Suriname. Dat is meneer Dino Oudit. Ja. Dus dat zijn de voordrachten. Het traject is ingezet. Raadsvoorstel ingediend. Behandeld, goedgekeurd door de Raad van Ministers. En de missieve heeft ons ook bereikt. En op basis daarvan is de minister van NH thans bevoegd om over te gaan tot de installatie van de nieuwe Raad van Toezicht bij de Energieautoriteit Suriname. Het een en ander is vastgelegd in een beschikking van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Met als onderwerp vervanging oude en benoeming nieuwe raad van toezicht bij de Energieautoriteit Suriname. En de minister, uiteraard gelet op de statuten van de EAS. Verder gelet op de begroting van uitgaven van het departement Natuurlijke Hulpbronnen. De beslissing van de raad van ministers vervat in de missieve van de vicepresident in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Ministers van 30 juni 2021. En het nummer van de missieve is 1013/RVM. Overwegende dat de regering, CQ, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zich ondersteund ziet door een Raad van Toezicht die toezicht zal houden op de directievoering van de Energieautoriteit Suriname. En uiteraard de energievoorzieningssector in de ruimste zin van het woord. Verder dat het derhalve wenselijk is, de huidige raad van toezicht bij EAS wordt ontslagen. En 3, dat een nieuwe raad van toezicht wordt benoemd. Heeft besloten op grond van het hiervoor overwogene te rekenen vanaf 15 januari 2021... de huidige raad van toezicht bij de EAS te vervangen, onder dankzegging voor de door hun aan de staat bewezen diensten en per dezelfde datum voor de duur van 3 jaar een nieuwe raad te benoemen. En die raad bestaat uit 1. De heer Anand Kalpoe, u bent de vertegenwoordiger van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en u bent voorgedragen en die voordracht is goedgekeurd door de Raad van Ministers als voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht.
bij de Energieautoriteit Suriname. En als leden, mevrouw Thelma Douglas Pinas, vertegenwoordiger van NH. De heer Wirendra Ayodhya, vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën en Planning. De heer Samuel, vandaar die afkorting Sam. Samuel Meharjan, vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Mevrouw Grace Bosdorp, vertegenwoordiger consumentenorganisaties. De heer Dino Oudit, vertegenwoordiger van de Raad van Vakcentrales in Suriname. De heer Gerald Lau, vertegenwoordiger Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, / de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Ik zal jullie vandaag geen kopie overhandigen van de beschikking. En dat heeft met name te maken met het volgende punt, omdat ik het raadsvoorstel wil aanpassen. Want nu is goedgekeurd dat aan de voorzitter, de leden, als ook de secretaris, een remuneratie zal worden toegekend conform categorie A van de missieve van de vicepresident van 16 augustus 2016. Missieve nummer 538/RVM. Ik wil opnieuw kijken naar de remuneratie van de raad. Ik ken die missieve waarnaar verwezen wordt. En de bedragen die vastgelegd zijn in die missieve zijn enigszins naar mijn mening aan de lage kant. Dus ik wil opnieuw een raadsvoorstel indienen bij de RVM waarop indien wordt goedgekeurd, wordt dat een nieuwe remuneratie kunnen komen voor de raad. Dus vandaar dat ik u geen exemplaar zal overhandigen vandaag van de beschikking. Maar als ik verder lees, de uitgaven voortvloeiende uit deze beschikking zullen worden gebracht ten laste van, er wordt verwezen naar een codeerblok, de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En van deze beschikking afschrift te zenden aan de voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de directeur Financiën, het hoofd van de afdeling Comptabiliteit, de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen en aan de voorzitter en alle leden. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer David Abiyamofo, en voor eensluidend afschrift de onderdirecteur administratieve diensten, mevrouw Neida. Dan heb ik de beschikking zoals die op dit moment luidt voorgelezen, maar zoals eerder aangegeven, op een nader te bepalen datum krijgt u dan een exemplaar, hopelijk van een nieuwe beschikking. Dus hierbij verklaar ik de nieuwe raad van toezicht van de Energieautoriteit Suriname te zijn geïnstalleerd. Ik feliciteer u bij deze. Het is een zware job. Het is een bijzondere verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid gaat u aan. Ik ben er als minister. Het ministerie is er om u te ondersteunen in de uitoefening van deze zware job. We kijken uit naar een goede samenwerking met de directie van de EAS. Dat niet alleen, ook met mij als minister, het totale ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, ook de andere ministeries die vertegenwoordigd zijn, ook sowieso de organisaties die vertegenwoordigingen hebben in de raad. Maar belangrijker, die hele energievoorzieningssector. Ja, wij kijken uit naar een hele goede samenwerking.
We zijn thans in het traject om de sector gereed te maken voor de toekomst, voor de uitdagingen van de toekomst. De EAS heeft hierin een belangrijke rol te vervullen en zeker u ook als toezichthoudend orgaan. We zijn aan de vooravond van de introductie van een nieuwe tarievenmethodologie. Ja, vandaag nog in het nieuws. Partijen die oneens zijn. Maar onderdeel van die nieuwe methodologie is een nieuwe tarievenstructuur. Nieuwe tarieven. En het gaat gepaard met tariefsverhogingen voor een significant deel van de afnemers van de energie. Iedereen focust nu op de hoogte van de tarieven. Maar wij hebben de afgelopen maanden heel veel energie gestopt in het ontwikkelen van een methodologie die toekomstbestendig is in elk geval. Een methodologie die de basis vormt om tot een stukje modernisering van die energievoorzieningssector te komen. Die bouwstenen zijn allemaal al in die methodologie. In de toekomst hoeven we niet nog een keer te gaan sleutelen aan wat we op dit moment hebben ontwikkeld en aan de vooravond van de introductie gaan zitten. U stapt dus in een rijdende trein. Het traject zijn wij aan het afronden. Ik denk dat vandaag de regeringsraad tot de goedkeuring zal overgaan van de concept staatsbesluiten. Die zijn voortgevloeid uit de nieuwe tarievenmethodologie en de subsidieregeling. Maar het houdt niet op met de introductie van nieuwe tarieven. Ja? Gelijk met de introductie van nieuwe tarieven gaan we een ander traject in. En in dat traject komen zaken aan de orde van bijvoorbeeld de promotie van hernieuwbare energie. Ja? Dat bedrijven worden gestimuleerd, maar ook huishoudens, om zelf energie op te wekken. En als overheid moeten we ook de incentives daartoe geven. Bijvoorbeeld, we moeten kijken naar het regime ten aanzien van invoerrechten bijvoorbeeld. Dus als overheid hebben we een bijzondere taak erin. In dat traject komt ook aan de orde een nadere studie met betrekking tot de subsidie, het subsidieregime. Ja. We gaan ook de energiewetten evalueren. Zeker de twee wetten van 2016, waarnaar ik eerder heb gerefereerd. De elektriciteitswet en de wet energieautoriteit Suriname. Wij denken aan de instelling van een stuurgroep om dat allemaal te gaan faciliteren, om dat allemaal te gaan begeleiden. De hele energievoorzieningssector zal dus door deze stuurgroep, dus ook de energiebedrijven Suriname, ja, zal door deze stuurgroep geëvalueerd worden. Kortom, transitie in de sector en dat is die rijdende trein waarin u stapt. Het is allemaal begonnen met het besluit van de regering om de subsidie, die objectsubsidie aan die sector, af te bouwen. Ja? En in die discussies met de stakeholders is de noodzaak gebleken om die hele sector, niet alleen EBS, die hele energievoorzieningssector nader te evalueren. Veel werk aan de winkel dus. Ook uw aandacht trouwens voor de vakante functie bij EAS, bijvoorbeeld de OD-EAS en andere functies die ingevuld moeten worden. En het is een nieuwe organisatie, een jonge organisatie. Ook extra aandacht voor de verdere operationalisering
en de institutionele versterking van de autoriteit. Allemaal zaken waarmee u gelijk aan de slag zult moeten gaan. Nogmaals bedankt voor de bereidwilligheid om die verantwoordelijkheid te dragen, op je te nemen. Ik wens je veel succes daarbij. Ik zei het eerder, het ministerie is gereed, het ministerie is ready om u te ondersteunen daarbij. Wij kijken uit naar een hele prettige, een hele vruchtbare samenwerking in de komende 3 jaren. De minister weet het ook, dat vervelend toe heeft hij volgens mij brieven van mij ontvangen in deze afgelopen periode over de installatie van de RVT. Ik ben blij dat dit moment dan ook is aangebroken. Het niet hebben van de RVT heeft niet betekend dat wij als EAS niets hebben gedaan of dat we hebben stilgezeten, integendeel. Er is heel veel te doen. Er zijn ook veel punten, veel zaken die met de nodige urgentie afgehandeld moeten worden. Vanwege het ontbreken van de RVT is in de afgelopen periode op die punten veel stagnatie opgetreden. Dus ik kijk zeker wel uit naar een goede samenwerking, een vruchtbare samenwerking met de Raad van Toezicht om allereerst zeker die urgente zaken op te lossen en natuurlijk de zaken die van belang zijn voor de autoriteit en voor de sector in samenspraak met u als minister verder vorm te geven en de EAS verder te operationaliseren. Nogmaals de felicitaties aan de leden van de RVT en natuurlijk ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking en in de tussentijd heeft u, als het goed is, van mij ook al een mail ontvangen met de link naar de Google Drive folder van de RVT, waarin alle documenten zijn opgenomen van de Raad van Toezicht. En natuurlijk belangrijk zijn voor de Raad van Toezicht. We doen alles zoveel als mogelijk digitaal. Dank u wel. Prioriteiten zijn op dit moment even weer inwerken in het systeem wat er allemaal gedaan is in de afgelopen tijd. We hebben een beetje een gap gehad van 6 maanden. Ik zat ook in de vorige Raad van Toezicht. Dus ik moet me sowieso nog even inwerken in wat er al gedaan is. En ik heb sowieso net een reis gehad met 13 pressing issues die opgepakt moeten worden. We gaan daarmee beginnen en we proberen volgende week een meeting bijeen te roepen, de eerste meeting bijeen te roepen met de Raad, om van daar weer verder te kijken. Die inspanningen zouden moeten komen, ze zouden ooit eens moeten komen. Het is liever laat dan nooit. We zijn nu bezig met dat traject en we zijn blij dat het traject daar is ingezet. We moeten nu ervoor zorgen dat het traject goed wordt doorlopen en gemonitord wordt en eventueel bijsturing waar het nodig is. Op dit moment is het de taak om de EAS en het vertrouwen in de EAS als autoriteit zoeken bij de gemeenschap, bij de verschillende sectoren. We moeten als EAS komen tot een situatie waarbij mensen ons vertrouwen en waarbij mensen ons respecteren ons of de instituten respecteren. Dat kun je doen door samen te werken. Samenwerken is een mooi woord, cliché uitspraak, maar uiteindelijk moeten we de groepen bijeen krijgen en overeenstemming bereiken over de meest cruciale punten. Ik denk dat er aardig wat voorwerk is gedaan. We moeten gaan kijken hoe we dat nu verder kunnen uitbouwen en verder goed kunnen uitvoeren. De EAS in het geheel is daar om ervoor te zorgen dat als men zegt A, dat wij ook gaan verifiëren of men A heeft gedaan. En als men A niet heeft gedaan, wat er zou moeten gebeuren om A te bereiken. Dus wij zijn in principe een adviseur, maar ook een controleur. Maar ook is het aan ons de taak om ook ervoor te zorgen dat wat er gezegd wordt, dat het ook wel gedaan wordt.
En we willen daar niet een stok achter de deur hebben. Het is liever dat je het vertrouwen van mensen wint door je acties, dan dat je het vertrouwen van mensen gaat afdwingen. Ik denk dat het winnen van vertrouwen door acties het belangrijkste is waar wij nu op moeten gaan focussen. En ja, de gemeenschap, ik ben ook onderdeel van die gemeenschap. Ik ben ook als universiteitsdocent en als verbruiker thuis, word ik ook geconfronteerd met de situatie. En we moeten proberen die twee dingen in balans te brengen en proberen te zorgen dat we, if not nu, maar in de komende periode, toch wel in een situatie geraken dat iedereen daar profijt van heeft. Ik dacht dat de voornemens al een hele poos zijn. Ik denk dat de noodzaak daarvan bekend is. Ik denk dat iedereen dat ook onderschrijft. Dat er een noodzaak is voor de aanpassing. Ik denk dat de methodologie op dit moment belangrijk is. Als die methodologie goed is en als de methodologie die gehanteerd is, ervoor kan zorgen dat er een beetje rust komt in de samenleving, dan is de tweede stap dus de hoogte van de tarieven en de bedragen. En ook daarin, elk veranderingsproces heeft tijd nodig, heeft vertrouwen nodig, heeft tijd nodig om zichzelf te bewijzen. En dat is dus wat wij denken als EAS, om dat vertrouwen te gaan wekken door wat er nu op tafel ligt goed naar buiten te brengen en goed te monitoren. Ik denk, klaarmaken is misschien het woord niet op dit moment. We zijn al een tijdje bezig daarmee. We zijn al bezig te kijken naar andere mogelijkheden. We hebben hydro, we hebben thermisch. We kunnen nu gaan kijken naar PV-systemen, zonnepanelensystemen. Er zijn projecten gaande waar gekeken wordt naar windenergiesystemen. Er zijn ook andere mogelijkheden om dat te gaan doen. Waar we naartoe moeten werken is naar een ideale mix, naar een leuke mix. En een interessante mix voor Suriname. Ik denk niet dat één type alleen het gaat redden. Ik denk dat er een goede mix moet zijn. En je moet die overgangspositie, die overgangstraject moet je gaan doen. Van 100% thermisch met hydro naar ietsje meer, iets anders. Om dan uiteindelijk af te bouwen, thermisch hopelijk, wat niet hoeft. En uiteindelijk in te komen met andere manieren van dingen. En de wet biedt ons daar die mogelijkheden. De EBS heeft ook wat mogelijkheden daarin geschapen. Er zijn al aardig wat mensen die dat doen, maar het kan en mag op een grotere schaal. Dus dit komt sowieso. Wat zijn de belangrijkste voordelen daarvan? Dus meerdere manieren van energie opwekken? Diversificatie van je energieproductie. Als eentje uitvalt of als eentje duurder wordt, kan je met die andere proberen op te vangen. Het is altijd goed om meerdere, net als bij geld, meerdere bronnen van inkomsten te hebben. Als eentje een beetje minder wordt, kan je die andere opvangen. Ook bij energievoorziening is hetzelfde. Als één productieunit uitvalt, kun je het met de andere productieunit uit opvangen op een of andere manier.